Oké, in deze tutorial wil ik je laten zien hoe je de MikroTik router kunt gaan gebruiken met een Highway USB dongle om zodoende op een 4G netwerk te kunnen gaan verbinden. En ik ga hier vertrekken met de default configuratie omdat dit voor veel mensen de gemakkelijkste manier is om iets te begrijpen. En daarom ga ik eerst en vooral de router gaan resetten met de default configuratie. Ik heb hier als foto deze router genomen, maar ik heb hier een andere zonder wireless interface. Doch alles blijft dezelfde werkwijze. Goed, oké, wat gaan we eerst doen? Dus reset de MikroTik router met de default configuratie. Dit ga ik hier eerst gaan uitvoeren. En dan gaan we de LTE dongle, en dat is deze hier, gaan inpluggen en we gaan controleren of deze wordt herkend door de MikroTik router. Indien je geen LTE interface ziet staan, reboot de router. Goed, oké, dus we gaan over naar de router. Zo, connect. Dus ik ben ingelogd. We gaan even naar System, Reset Configuration en we gaan dit onaangeroerd laten. Dit wil zeggen dat de default configuratie gaat gebruikt worden. Goed, oké, dus Reset Configuration en bevestig met Yes. Oké, ondertussen wil ik je wel zeggen dat bepaalde USB-dongels niet compatibel zijn met de MikroTik router. Vraag dat eventueel aan MikroTik welke nu eigenlijk compatibel zijn en niet. Oké, ik ga dus terug naar de router toe. Oké, dus we gaan akkoord. Dit is de default configuratie. Maar we gaan deze moeten gaan wijzigen. Oké, om te bewijzen dat we hier de default configuratie hebben. Ether 1 is nu niet aangesloten op de WAN, want deze hebben we niet nodig. En we gaan hier naar IP Firewall. En alles staat hierin. IP, adresses. Dit is de default configuratie. Oké, goed. En wat gaan we nu doen? We gaan gewoon de LTE interface gaan inpluggen. En ik ga hier bij interfaces. Hier. En we gaan kijken of deze herkenbaar is. Zo, ik heb deze ingeplugd. En we gaan een klein beetje wachten. Zo, oké. Indien dit niet gebeurt, moet je je router nog even gaan heropstarten. Goed, wat gaan we eerst en vooral gaan doen? Gaan we even kijken op de lijst. Ik neem aan dat deze herkend is. Verwijder de DHCP client met als interface Ether 1. Dit gaan we eerst gaan doen. En dan klik op Interfaces en klik door naar Interface List. Plaats de LTE interface in de WAN list en verwijder Ether 1 uit de WAN interface list. En hier plaats de LTE interface in de WAN interface list, moet dat zijn. We gaan hier even kijken. WAN interface list. Goed, oké, zo moet dat zijn. Goed, dat gedaan zijnde gaan we even kijken. We gaan dit even opzij plaatsen, want dit hebben we nog nodig. Maar we gaan eerst naar IP, DHCP client. En nu zie je hier twee DHCP clients staan, waarvan hier
de LTE. Dus Ether 1 mogen we gaan verwijderen. Zo. Oké, goed. Dit gedaan zijnde gaan we nu naar de interface. En ik ga eigenlijk haar beginnen voor de mensen die er nog niet thuis in zijn. Dus we gaan naar interfaces. Interface list. En we gaan nu hier op klikken op het blauwe plusteken. De list is de WAN en we plaatsen de LTE in de WAN interface list. Apply. Oké. Zo, en Ether 1 gaan we weghalen. Dit is geen WAN interface meer. Goed, oké, wat gaan we nu doen? We gaan even naar de lijst. Dus verwijder de DHCP client met als interface Ether 1, heb ik gedaan. En klik op interface en klik door naar interface list. Plaats de LTE interface in de WAN interface list en verwijder Ether 1 uit de WAN interface list. Dat hebben we ook uitgevoerd. Oké, en plaats eventueel Ether 1 in de bridge, want dan kan je deze ook gaan gebruiken. Goed, we gaan even kijken. Dus we gaan naar de router toe. We gaan naar bridge, ports. En je ziet hier dat de Ether 1 niet in deze bridge staat. Dus klik op het plusteken. En we gaan Ether 1 in deze bridge gaan plaatsen. Dus apply. Oké. Okay. Zo. Ether 1 staat terug in de bridge. Je hebt dan 5 interfaces. En de SFP 1. Dus voor glasvezel of zo. Oké, goed. Dit gedaan zijnde. Wat gaan we nu doen? We gaan de router gaan heropstarten. Dus reboot en bevestigen. En in feite is dat alles wat je moet gaan doen. En alle instellingen, de default instellingen, blijven bestaan, uitgezonderd dat de WAN interface nu de LTE interface is geworden. We wachten tot de router is terug opgestart. We gaan haar verbinden. Oké, goed. We hebben hier toch al wat verkeer. En als we kijken op onze lijst, dus plaats eventueel Ether in de bridge. We hebben de router opgestart terug. En we gaan kijken of we internet hebben of niet. Dus eerst en vooral wil ik je tonen hier met de DOS prompt. Dus ipconfig. En we zitten hier inderdaad op het netwerk. Het default netwerk van de router. En we gaan pingen. google.com. En we hebben inderdaad internet. Goed, oké. En we gaan even naar mijn website. Zo, oké. Dus dit is geslaagd. We zitten nu op de LTE. En op deze manier is je internet terug aangesloten via 4G. Goed, wat jij kunt tegenkomen is dat je nog je pincode moet gaan invoeren. En dit zul je moeten gaan doen. Je zal doorverwezen worden naar een portal en daar ga je misschien je pincode nog moeten gaan ingeven. En desnoods, we gaan even naar de Microtik router. We gaan naar interfaces, LTE. En hier kan je je pincode gaan ingeven, maar bij mij is dat niet nodig. Ik ben dus ingelogd vroeger in een portal van Telenet, want ik zit hier met Telenet. En op deze manier heb ik
dit eenmaal moeten doen en voor de rest heb ik hier niks meer moeten aan wijzigen. Goed, oké. Dus we gaan deze tutorial gaan afsluiten. Dus op deze manier maak je je router een 4G router met de LTE. Oké, dit was het voor deze tutorial. Ik hoop dat deze interessant is en hopelijk tot de volgende tutorial.